En het Lalaroek Museum hield gisteren een lezing over de opstand van Marienburg in 1902. Vandaag is het precies 115 jaar geleden dat de Brits-Indische contractarbeiders van de plantage Marienburg in opstand kwamen tegen de vermindering van hun lonen. Plantagedirecteur James Mavor werd daarbij doodgekapt. Een dag later leidde dit tot de dood van meer dan 20 arbeiders en vele gewonden bij een treffen tussen hun en de militaire macht. Tijdens de lezing gaf historicus Maurits Sassenkun een uiteenzetting over de achtergrond en de gevolgen van deze opstand. Al jaren was er een geest van ontevredenheid. Broeide. De lonen, dat andere stukje uit die brief, de lonen waren echter reeds enige jaren abominabel laag. Dat is de discescommissaris die zegt, van de overheid. Wat de werkregisters kunnen aantonen. Op elke plantage had je werkregisters waaruit moest blijken wat de arbeiders hadden verdiend. Niet tegenstaande dat konden nog de agent-generaal, nog ik als DC en mijn vervanger het zo ver brengen dat ze enigszins redelijk werden. Ze waren niet in staat om invloed en macht te gebruiken om de lonen te doen verhogen. Dat zegt echt enorm veel hoor. Een juiste beoordeling van loonkwesties is daardoor, zoals nu gebleken is, voor de DC en voor de omgaande rechter veelal onmogelijk. Na deze opstand duurde het 6 jaren voordat er verandering kwam in de financiële situatie van de immigranten, vertelde Hassenkun verder. Samen met de overheid werd berekend wat de minimale uitgaven aan levensonderhoud van een persoon zouden kunnen zijn. Deze manier van het bepalen van de lonen is nog steeds herkenbaar en is nu in Suriname bekend als de minimumloon. In 1908 men is begonnen met onderhandelingen, overheid, met de planters om de lonen te gaan aanpassen. Met argumenten aangetoond, maar de planters houden van nee, kan niet. Het heeft uiteindelijk 12 jaar geduurd. Waarbij in de eindfase ook de Surinaamse Migrantenvereniging voor het eerst, dus vertegenwoordiging van immigranten, ook betrokken waren, was om berekeningen aan te dragen. Wat zijn de kosten voor levensonderhoud? Minimale kosten van levensonderhoud. Dat zou als leidraad moeten dienen voor het minimumloon. Klinkt heel bekend voor ons tegenwoordig, denk ik. Dus het lijkt me interessant dat we daarvan ook kunnen leren. En u weet, uit de schoolboeken hebben we geleerd, 1920 zijn de salarissen of lonen aangepast van 60 naar 80 cent voor mannen en van 40 naar 60 cent voor vrouwen. Dat is dus historicus Maurits Sassenkun gisteren tijdens de interessante lezing over de opstand van Marienburg in 1902. Ter herinnering aan de verzetstrijders wordt er jaarlijks een bloemenhulde gebracht bij het monument van de gevallen helden in Marienburg.